Ja, hij gaat. Denver. Hartstikke mooi. Henk, vertel eens. Je staat hier onder een boom, maar het ziet er een beetje apart uit. Ja, deze boom die heeft een geschiedenis. Die is hier vanzelf aankomen waaien ooit. En die heb ik al die jaren de juiste richting uitgeholpen. En met het idee om hem ooit op de kop te kunnen zetten. En nu is het zover. En ja. Nu gaat er zometeen iets spectaculairs gebeuren. Hij gaat hier uit de tuin getakeld worden. Wie had dat gedacht? Als ik ondertussen een koffie of thee voor jullie kan maken, mag je het zeggen, hè? Twee koffie. Lekker. Ja? En wat is? Twee koffie. Oké. Ideeën zijn altijd welkom. Ga je dit er nu al aan maken of ga je het achter het huis eerst om die tak heen maken en dan hem hier aanhangen? Ja, ja, oké. Okay. Ik ben op het idee gekomen omdat ik hij werd vrij hoog op een gegeven moment, maar nu heb ik het over 14 jaar geleden. En toen had de buurvrouw ineens geen ontvangst meer op haar schotelantenne. En toen heeft ze gevraagd of ik de boom wilde toppen. En dat heb ik toen gedaan, waarna de rest wat er overbleef als een speer recht omhoog naar het licht ging groeien. En een jaar later had ze weer geen ontvangst. En toen heb ik hem opnieuw getopt. Maar voordat ik hem toen heb afgezaagd, zag ik al een wandelende tak boven in de boom zitten. En die heb ik inmiddels al 13,5 jaar in mijn atelier staan. Helemaal uitgedroogd. Helemaal licht geworden. Een prachtig ding. Toen ben ik op het idee gekomen om de rest van de boom ook als een wezen, een vreemd wezen, te laten groeien en te oogsten. Maar hij staat nu op zijn kop en heb je dat zelf gedaan? Nee, hadden we een clubje sterke mannen en vrouwen voor nodig. En dat hebben we met z'n zevenen gedaan. En tot mijn verrassing ging dat eigenlijk heel erg goed. Ik denk dat het ook met 5 of 6 mensen wel zou lukken. dus hij is, hij weegt iets van 300 kilo waarschijnlijk. Oké, okay. We gaan heel wat door de lucht zo. Ja, ja. Mooi, ik ben benieuwd. Ik ook, ja. Koffie. Ja. Lekker. Wat hebben jullie erin? We houden het makkelijk. Als we jullie tijd raken onderweg, ik vermoed van niet. Zo gaan jullie niet. We gaan hier de hoofdweg op. Ja. Hoofdweg op en dan gaan we tot die laatste afslag. Linksaf Almelo weer in. En dan linksaf in de bult. Ja, het zou mooi zijn als het een rondreizend kunstwerk kan worden. Hij zou grote, saaie gebouwen tot leven kunnen wekken. Het is een inspirerende plek om een bankje onder te zetten bijvoorbeeld.
Of om gewoon als object in de ruimte te hebben staan. Ja. Alleen het gebouw heeft wel een grote toegangsdeur nodig. En koffie. Oh, en ik geloof dat ik nog stroopwafels heb.